Hans Bierenkamp, Denise Janzee, Milo en Catharine Keil. En mijn tafelheer is Martin Bril. Dit is De Wereld Draait Door. Ja, hij zat in de jury van tv-recensenten die vanmiddag de Nipkow-schijf voor het beste tv-programma heeft gegeven aan Adriaan van Dis voor zijn programma Van Dis in Afrika. En bovendien publiceert hij zaterdag in zijn krant NRC Handelsblad zijn eigen onderzoek naar talking heads op televisie. Hans Bierenkamp, welkom. Eerst even Van Dis. Met z'n hoeveel waren jullie vanmiddag? Met z'n zessen. Met z'n zessen. Zes televisierecensenten van kranten, weekbladen maken met z'n zesjes uit. Er zijn er niet zoveel, hoor. Nee, dat klopt. Dat klopt. Was het unaniem? Het was tot mijn verbazing, dat gebeurt niet vaak, compleet unaniem. Dus elk van de zes had dit programma op nummer 1. Hans, nu even iets anders. Namelijk, mijn nieuwsgierigheid dwingt mij om het te hebben over aanstaande zaterdag. Dan publiceer jij in jouw eigen krant NRC Handelsblad een onderzoek dat jij zelf hebt gedaan. Ja, dit is het onderzoek. Ah, kijk, bloknootjes. Bloknootjes, ik hoop dat de camera het ziet. Dat betekent, wat heb jij gedaan, Hans? Nou, kijk, ik hou van lijstjes en ik ben nieuwsgierig. En er is dus wordt veel gesproken over hoe representatief is nou de Nederlandse televisie. Dat zijn altijd dezelfde mensen die elkaar de bal toespelen en die elkaars vriendjes in elkaars programma's uitnodigen. En bovendien is het een links broeinest. Nou, dat is de maat. Dat hoor je nog wel eens zo in het café. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik ga gewoon... Ik moet toch elke avond televisie kijken als recensent. Ik ga gewoon de Big Seven. Hè, wat zijn de 7 programma's die in Nederland de agenda bepalen? Nova, Netwerk 1 Vandaag, Wereld Draait Door, Pauw en Witteman... en Eens in de Week het 11e Uur en Buitenhof. Ga ik gewoon turven wie daar verschijnen. Van die top 100 zijn er 62 politici. Politici? Ja. Daar kijk ik niet van op eigenlijk. Bij die eerste 100 zit 1 ondernemer. Ja, Joop van den Ende. Joop van den Ende op nummer 100. Ja. De ster in België, de grote winnaar afgelopen februari van de Music Industry Awards. In Nederland was hij al te horen in het voorprogramma van Bluff bijvoorbeeld, of van Raccoon. Maar hij wil Nederland nu ook op eigen kracht veroveren. Milo. If I had a way, I'd break the deal. Man, I would grab the wheel. And man, I would drive. 5,000 miles just to survive. 5,000 miles. And today I got nothing to lose. I could go wherever I wanted to leave. Jump onto the world as it's spinning round, going down, taking me along for the ride. Today I got nothing to lose. I could go wherever I wanted to leave, jump onto the world. Ze presenteerde een jaar geleden haar laatste Max en Catharine voor Max. Nu keert ze terug op tv als een van de sidekicks van Knevel en Van der Brink. Welkom, Catharine Keil. Ik zit heel vaak op de bank en dan kijk ik naar bijvoorbeeld naar jou of naar Pauw en Witteman. En dan zit ik de hele tijd te schreeuwen en dan zegt Maurits, houd toch eens je mond. Maar dan zeg ik, Maurits? Dat is mijn vriend. Ja? En dan zeg ik, waarom vraag je nou niet dit? Weet je wel? Dus nu heb ik de kans om dat dan te doen. Oh, dus je zit voortdurend met ongeduld en onvrede op die bank naar ons te kijken? Nee, niet onvrede. Maar ja, op de een of andere manier bedenk ik altijd andere vragen. Mag ik wel even iets zeggen? Ik vind het wel een beetje flauw, hoor, die korte stukjes. Want je hebt ook vorig jaar van mij wel eens een kort stukje uitgezonden. En dan had je een essentieel stukje tekst weggelaten. En dan was ik helemaal pist op je. Trouwens ook in de uitzending tegen je gezegd. Weet je nog? Ik hoor het nu voor de tweede keer. Ja, daarom. Catharine zegt eigenlijk, ik heb een jaartje thuis gezeten. Het bevalt me niet. Ik vind dat ik heb zin om weer een televisieprogramma te maken. Ja, ik begreep niet waarom je daar toen weg bent gegaan. Dat heb ik omdat altijd ik niet meer elke dag wou. Ik vind elke dag gewoon heel zwaar. En bovendien moest ik de gordijnen ophangen van jou, toch? Nou ja, op een gegeven moment... Dat heeft me een jaar lang achtervolgd. Op een gegeven moment zijn we eroverheen gekomen dat je eens even iets aan je huis ging doen. Maar dat doet er nu even niet toe. Wat zou jouw ideale programma zijn? Vul het dan nu even met ons in. Laat ik heel eerlijk wezen, maar ik moet ook realist zijn. Kijk, zo'n programma dat wat de Amerikanen noemen een audience participated talkshow. En dat is dus wat Oprah doet. Dat heb ik 5 jaar gedaan als Catharine, zeg maar. Ja. En nou, dat vond ik geweldig, maar dat kan niet meer in Nederland, want daar is geen geld voor. Mm-hmm. Want om elke keer die mensen in de studio te krijgen en die daar dan gewoon zijn en die meepraten, en dat gaat niet. Dat is te duur. Maar goed, dan moeten we daar dus een streep doorheen zetten. En toch zeg jij nog steeds, wil ik eens in de week op tv. Wat dan? Nou, De Wereld Draait Door op zondag. Hey. Zoiets. Ja? Ja. Ja.
Nou, ik denk dat ik iets langer met mensen zou willen praten, hoor. Ja, maar dat is niet de formule van dit programma. Nee. Dan heet het alweer anders. Ja, dan heet maar het zondag is het ook wat langzamer, zeg maar. Dan is het alweer langzamer. De wereld draait niet door. De wereld draait langzaam door. De wereld staat even stil. De wereld staat even stil met Katrien de Keil.